vrouw in de bouw. Ja, maar weet je waar ik veel eier is? Twee vrouwen in een bouw. Ja, gaat maar anders dan. Wij zijn thuis met je tweeën. Osto en ik. Wij hebben dus geen broers en zusters. Dat vinden we wel jammer, maar volgens ons pa en ons ma is één op de drie kinderen die geboren worden een Chineske. En daar wouden ze niet. Zodoende zijn wij maar met de tweeën. Osto en ik. Ja, Osto en ik. En wij hebben ook nog geen verkering. Nee hè, wij kunnen mee je ene vent opschieten. Ons pa zei, weten jullie wat we doen, meten? In ieder geval niet in het leger gaan. Want daar zijn ze met meer krijgers als deels. Jullie moeten voor uw eigen beginnen. Een eigen toko. Toko. Daar leek ons wel weg. Moesten we de rest op uit om het vak te leren. Ons pa zei altijd, de praktijk is de beste leerschool. Nou, daar gingen we dan. 3 jaar lang, 7 dagen in de week, op naar de praktijk. Ja. Ja, ja, gaat maar aanstaan. Kwamen wij daar smerigens aan, zei Jacco tegen ons, zullen we eens iets drinken? Best goed, zei wij. We hebben vandaag nog een druppel ontbeten. Ons pa zei altijd, te veel drinken is besopen. En in het nuchter bekijk wel, ja. Jacco wou ons ook wel helpen. Maar hij was zo langzaam. Ik zei, hebben wij remolie gedronken of schildpaddensoep gegeten? Maar wij waren wel bezeerd van ons vak. We hebben daar iedere week de tent verbouwd. En altijd maar die een spijker in een koek. We stonden maar aan de joep en dan gingen we mee naar bed. Maar wij hebben dan wel het vak geleerd. We oude hoeren en de bouwvakken. We fluiten naar elke man. Ja, die je mist wordt gek van. En als bouwvakken weten we hem ook goed te raken. Ja, gaat maar aan dan. Om Pietje Kiebonglaans. Ik weet niet of je hem kent, maar Pietje heeft in het ver heel veel paantjes. En Pietje heeft voor elk paantje bijna wel een klaartje. Behalve voor 10 oude zooit, 10 houteren schuur en net voor de praktijk. Kunnen jullie van die houteren schuur nog wat maken? Vroeg hij. Ik zeg, ja hoor, een foto. Vers ja, en dat spulletje ooit aanbrand, is je me kwijt aan de rekening van water en aan de schaai. Mannen, zo jammer is het vak geholpen. Zo hebben wij het klussen geleerd. We hebben dan ook heel de aan de weer getimmerd. Toen kwamen al die spijkers toch weer goed van pas. Uiteindelijk was de kogel te kruig en zijn wij dus vers eigen begonnen en explodeerden wij ons eigen klusbedrijf. En dat begint wel aardig te lopen. Het is wel hard werken bijvoorbeeld, het stroomt niet zomaar binnen. Ja, de rekeningen wel. In het begin hadden we aan het eind van ons geld nog een stukje maand over. Toen kochten we van het geld dat we niet hadden, dingen dat we niet nodig hadden. En gebruikten we kleurpapier aan allebei de kanten. Ja, god maar afstand. De meesten zeggen altijd wel dat geld niet gelukkig maakt, maar gelukkig maken ze wel geld. En dat we rollen. En vies onze kaart uit. En daarvoor moeten keihard werken. Dag in, dag uit. Weer op, geen weer. Soms hele dagen in de regen. Dat is pas cool. Nee, dat is nat. Zij nat. En wij maar sjouwen. We sjouwen ons eigen in de bult. En de radio, ja, dat is een kawaii. Ja, maar zonder muziek voel
de buurt door mijn smerig mee vakantie gaan. Hij werd een smalle wil allemaal inhoud. 4 boterhammen met kerst. 3 met worst. 3 met pindakerst. 6 mandarijnen. 4 appels. 1 met nuts. 2 marsen. 1 met kan koffie. 1 kan thee. 1 met niks cola. Het valt niet mee om dat allemaal op te krijgen. We moeten dat overwerken. Ja, gaat er maar aan staan. We zijn nou toch mee in de grote klus bezig. Ja, hier op het gemeentehuis. De kamer van burgemeester Meijer. Het houten plafond van zijn kamer werkt hard. Of waar je kon herstellen en overnieuw kon schilderen. Tuurlijk met jou, zei ik. Zeg maar welke kleur dat ik het gewit wil hebben. Appelraas, vuurgroen, tomatenblauw, zeg het maar met jou. Nou zeg met jou, als ik dan toch wil het zeggen, hè. Witte, daarna in oranje, driekleur. Dus waar ik aan de slaap. Wacht even, zin het burgemeester. Ik moet nog een kraat op de grond leggen. Het is niet nodig met je, zie ik. We kennen er zo ook wel bij. Zouden jullie mijn kamer ook kunnen behangen, vroeg de burger. Tuurlijk, echt maar betaald. Hoeveel rollen heb je nodig? 15, zeuntje. 15 rollen? Dat weet ik nog, van de vorige keer. Maar dat plafond geschilderd, behangen had en tegen de wand aangeplakt. En bedenkt hè, houden we 7 rollen per haar over? Het is toch niet te geloven, zei de burgemeester. Ik had er de vorige keer ook al 7 over. Donder zei dat van die trap af, met een malse kuiten, komt de netting van de nachtbo binnen. Wat is hier gebeurd, zei die? Ik zei, dat weet ik ook niet, loempert. Ik leg hier ook nog maar net. Moest ik op een gegeven moment naar de wc, vroeg ik netjes aan de burgemeester waar ik ergens kon pissen. Buiten zit die stammende Dixie. Zo'n plastic hosje waar je over kont niet in kan keren. Waar het meug naar de pies en waar de stront toen hij vastgeroest zit aan een pot. Daarom nemen we hem altijd in de playbossel mee. In de coolbox. Ja, ik ga ook in de frisse pot. Ja, dat is wel fijn. Met de kleinmotlessen gebruikt. Wow, dan valt het weekend wel even uit. Maar goed. Dus wij nemen ons plannetje op papier naar een burgemeester. Wij vinden er van tje, zie je? Hey Co, voorzitter zei, het eind is hier zoek. Schilder normaal een dikke vette nul op het scorebord. De eerste die dan goals maken, zijn wij. En ze kapot zijn. Dus meester, we gaan dus van Burg. En je weet het, een klusje zus of een klusje zo. Dan moeten zij bij Toe en Co. Hallo!